Hey, what's up iedereen? Welkom terug bij een gloednieuwe video. Oké, in de vorige aflevering waren we begonnen met het bouwen van dit gigantische ding. Zoals jullie kunnen zien ben ik tussen de afleveringen door even bezig geweest. Ik heb aardig wat erbij gebouwd. Hetgene wat ik voornamelijk nog even af moet maken is al die raamkozijnen. En dan is hij voor het grootste deel af, denk ik. Ja, we moeten hem natuurlijk nog van de binnenkant compleet inrichten. En alle bijen erin verhuizen en al dat soort dingetjes. Maar daarna is hij klaar hoor. Ik heb trouwens ook even het gat waarmee ik mijn base in ga aangepast. Die heb ik even wat opzij gezet. Anders kwam ik letterlijk onder het huis uit. Dus dat is pretty nice. Kijk, nu komen we hieruit. Helemaal top. En hier zitten die andere gaten. Eentje voor meteen in de base. En de andere voor de redstone trap. Ik ben trouwens al een tijdje hier niet meer heen gegaan. What's up over here, man? How you guys doing? We zien 3 skeletons en 3 zombies. En een creeper. Oké. Er valt ondertussen ook heel wat naar beneden. Jongens, wat een lag, joh. Oké, there we go. We zijn nog steeds level 31. Wat een top XP farm. Ik krijg er bijna geen XP van. Ja, er zou waarschijnlijk wel iets verkeerd zijn met die XP farm. Maakt niet uit. Als ik ooit nog een mob spawner tegenkom, dan kan ik zelf nog wel wat moois maken. Dan gaan we gewoon even met wat turtle eggs of wat dan ook zo'n spawner maken die allemaal dingen verzamelt in een hockey ergens die je dan vervolgens kan neerrammen. Hey, hoezo gaat die zo? There we go. Oh, wat? Iemand in de chat zegt, wow, Harm en Jeroen zijn allebei tegelijk online. Harm is ook online. Die motherfucker. Zou die ook een video aan het opnemen zijn? Ik kan volgens mij niet naar rood zijn kant toe. Ah, zonde man. Het is ook niet de bedoeling trouwens dat ik naar rood zijn kant toe ga. Oh ja, ik heb die middelste, heb ik 1 stukje uit laten steken. Ik weet niet of dat mooi is, maar ik dacht van, yo, dan kun je een beetje zien dat dat de ingang is. Ik wilde er nog steeds wel glas achter hebben, anders ziet het er raar uit. Ik bedoel, wat moet ik anders gebruiken? F***ing spruce wood? Dan lijkt het uiteindelijk helemaal niet meer op een broeikas. Oh, en ik heb die glass blocks ook eentje hoger gezet. Die had ik zeg maar onder de oak, maar je zag het glas bijna niet eens. Oké, that's about it. Nu moeten we weer gaan bouwen. Even koekeloeren. Hier kunnen we nog wel wat trapdoors gebruiken. Where the trapdoors at, man? Even zien. Hier een crafting table neerpleuren. We hebben nog 18 trapdoors. Dat is denk ik eerst wel genoeg om dit even in te richten. Alles even meteen meenemen. Heb ik spruce fences of gewone? Misschien ziet het er wel vetter uit als ik daar gewone fences doe. Omdat het allemaal een beetje dezelfde kleur is. Even koekeloeren hoor. Ziet dat er vet... Nee! Oh my god. Nu moeten we weer naar boven. Ik wil gewoon even weten of gewone fences mooier zijn, ja of nee. Dat is het enige, man. Ik moet hier ook even trapdoors opzetten. Weet je wat? Ja, ik heb nog wel trapdoors. I got this, man. Gewone fences. Birch fences. Gewone fences. Wat nou als ik dark oak fences doe? Weet je wat? Dit komt later allemaal wel. Dit boeit me nu helemaal niks. Dit zijn van die kleine aanpassingjes die ik makkelijk aan het einde nog kan doen. There we go. En dan gooien we die daarheen. Pakken we de spruce fences even. Even zien. Ik heb spruce stairs. Ik heb slabs. Heb ik verder nog iets nodig? Ja, wat extra glas is misschien wel handig. Then we gotta go down again, man. Let's go. Heb ik nog glas in de supersmelter? Glas. 1 stekkie. Dat moet denk ik wel genoeg zijn. Wow, what the f***? Bro, het is een zombie op een kip. Oh no, man. De legendary zombie op kip. Oh nee. Hier heb ik jaren voor gevreesd, dames en heren. Nee. Laat me met rust. Laat me met rust. Ik wil hem eigenlijk niet doodmaken. Kan ik hem niet bewaren? Hé, knul, kom. Je gaat mee mijn base in, makker. Even zien. Ja, je kan hier wel invallen. Flikker in de trapdoor. Ja, lekker bezig, man. Daar gaat hij. Daar gaat hij. Dit wordt mijn nieuwe huisdier. Alright. Wacht, kan ik die kip niet gewoon touwtje om zijn nek heen doen? Is dat niet een mogelijkheid? Oh, ja. Ja. Ja, jij moet eerst je ding maar even doen. Oh, sorry, makker. Ik heb thorns aan. Ik weet het. Even zien. Wat is thorns? Ik weet niet. Oh, mijn helmpje is thorns. Oké, doe ik mijn helmpje even uit. Joh, hij kan hier beneden wel een kamertje krijgen. Ik graf hier wel even iets uit. Dan is het ook donker, zodat de zombie het overleeft. Oké, never mind. Niet hier. Laat me even met rust, knul. Oh, sorry. Hier gaan we. Even zien. Zo'n ding plaatsen. En dan boom. En boom. Hé, dit is je nieuwe huis, vriend. Wacht, heb ik een name tag? Volgens mij heb ik geen name tag. Dan gaat hij hoogstwaarschijnlijk die spawnen. Ja, nee, ik heb geen name tag. Helemaal kut. We kunnen wel even wat iron bars voor hem neerzetten. Als ik genoeg iron heb. Oké, ik ga deze aflevering ook absoluut even van die item frames op mijn kisten zetten. Jongen, jongens. Oké, ja, nee, we hebben geen iron. Hey, makker, hopelijk overleef je daar beneden. Ik hoop niet dat je die spawnt. Yes, mijn nieuwe huisdier, man. Epic. Ja, cool. Oké, laten we doorgaan met het huis. Ik wil nog een keer zo'n zombie op kip met weet ik veel wat voor armor tegenkomen. Dat moet de zeldzaamste mob in Minecraft zijn. Volgens mij eentje met full diamond armor is het meest zeldzame. Want er is een 1 op zoveel duizend kans dat hij 1 diamond piece kan hebben. En als hij dan alle, weet ik veel, 5 of 4 verschillende pieces heeft. Ja, 4. Dat is heel zeldzaam. Daar zag ik een keer een video over. Ja, ik ben ervaringsdeskundige. Ook al ben ik er nooit zelf 1 tegengekomen. Even zien. Ja, nee, die moet over de kop zijn. Oké, als ik dit nou eerst
eerst even overal doe, dan kan ik later nog wel deze gekke raamkozijn dingetjes bouwen. Ja, klinkt als een plan. Wacht, heb ik ook iets anders hier gedaan? We zien hoe ik deze kant heb gemaakt. Nee, dat is ongeveer precies hetzelfde. Oh ja, ik had hier nog een lantern onder hangen. Er zijn wel veel lanterns. Misschien is het chiller als ik die in het midden weghaal. Anders zijn het zo belachelijk veel lanterns. Even zien. Deze... nee, dat is niet in het midden. Ja, oké, nee, dan hou ik dat wel. En dan halen we hem hier in het midden ook weg. Boom. Oh ja, ik had hier boven ook al eentje gehangen. Top. And we continue, man. Overal slabs vol plaatsen. We moeten zo ook even wat extra trapdoors gaan maken. Oh, en we hebben glas nodig. Ja. Ja. Hier even wat glas in jieten. En hier even wat glas in jieten. Oké, volgens mij als ik dit hierboven fix, dan ben ik letterlijk klaar met al het glas dat ik hoef te gebruiken. Dus zo, there we go. Oké, dan kan ik hier gewoon nog bij beide alle trapdoors neerpleuren. And it's time to craft more trapdoors right now, man. Oh yeah. Even zien, hoppakee, weer 20 erbij. En zoiets, 28. Ik denk dat dat wel genoeg is. Even zien, upside down stair. En upside down stair. Hetzelfde hero. En overal aan de zijkanten trapdoors neerpleuren. Hey, top man. We zijn nu al bijna klaar met het huis. Oh, die middelste die ging ik trouwens anders doen. Want die steekt nog eentje verder uit. Dat doe ik zo wel. Alright, dan moet ik eerst even hier omhoog bouwen. Boom, boom, boom en boom. Oh no bro. Ik moet meer spruce hebben. Weet je wat? Ik maak het wel van oak. Volgens mij kun je het toch vanaf... Oh ja, je kan het vanaf de bovenkant zien. Ja, nee, fuck it. Ik fix het wel even. Dit triggert mijn OCD, oké? Als ik niet dezelfde kleur blokjes daar gebruik. En je kan het van de bovenkant zien. Nee, dat willen we niet, man. Even zien, heb ik nog spruce? Bro, ik heb geen spruce meer. Nee. Oh, please vertel me dat ik hier beneden nog spruce heb. Come on, man. Houtkist. Dit is de houtkist, toch? Spruce? Oh, no, bro. Ik ben de boomiel vergeten. Oh, no. Ik heb wel de spruce saplings, maar geen boomiel. Come on, please. Tell me there are some bones in here, man. 5 bones. En dit waren de extra bones. Come on. Hoeveel bones hebben we nu? Geen extra bones? Oh, 2 bones erbij. Oké. Alright. Even zien hoeveel met 11 saplings. Wacht eens even. Als ik nou even... Ja, dat ga ik niet hier doen. Want volgens mij verandert hij dan al je dirt in potsel. Heet het potsel? Bro, ik weet niet hoe het heet, man. We zullen het zien. Ik ga hier een hele grote boom plaatsen. Oh nee, dat kan niet. Oké, hier dan. Dit hoort ook nog allemaal bij mijn gebied. Volgens mij gaat het letterlijk door tot die muur daar. Oh nee, beveiligde zone verlaten. Oké, dus dit is niemands land. Hey, it's looking pretty flat over here. Boom! Ja, daar hebben we het al. Hoe heet het? Even zien. Silk touch bijhalen. Ja, potsel. Ik had wel gelijk. Oké, dit is heel chill. Want nu kan ik gewoon met een wenteltrappetje lekker omhoog gaan. En heb ik meteen meer dan genoeg spruws voor de rest van het hele gebouw. Easy claps, man. Easy claps. Ja hoor. En we kunnen weer naar beneden. Hoppakee, hoppakee, hoppakee. 1 zo'n boom geeft je 61 spruce logs. Hey, dat is epic, man. Oh, wacht eens even. Ik heb het sowieso aan deze kant veranderd. Hier zijn het van die gekke duckies. En even concluderen wat ik hier heb. Hier heb ik volgens mij gewoon upside down stairs. Ja, meer niet. Ik vind dit denk ik vetter, om heel eerlijk te zijn. Even zien. Wat moeten we hier veranderen? Het enige wat moet veranderen is die slab moet... omgeruild worden in een upside down stair, geloof ik. Boom. Yes, this looking pretty epic. En dan kan dit ook nog wel weg. Ga ik het zo doen? Ik denk dat ik het zo ga doen. Hey, just seen. Als ik deze kant nou ook nog even aanpas. En hier een upside down stair. There we go. Jieten we hierop. Naar beneden hakken. Hoe ziet dat eruit? Ja, nee. Ik wil nu eigenlijk ook gewoon dat het gelijk is. Nu stoor ik me aan die middelste. En dan hebben we deze. Ja, dit wordt hem. Dit is de meest simpele variant. Maar ik denk ook dat ik dit de mooiste vind, om heel eerlijk te zijn. Nu zijn die dakjes die boven de ramen zitten ook niet zo overdreven. Dus dan valt het dak erboven ook nog iets meer op. That's how we gonna do it, man. Ik kan ondertussen wel even wat extra slabs maken. Nee, ik bedoel stairs. Ja, stairs. De stairs zijn bijna op. 40 stairs erbij. Ja. Lekker hoor. Simpel. Gewoon upside down stairs. En dan hier zo. Nee, oh, stop. Die slab die moest daar. And that's it, man. Zal de hero doen. Dus even zien. Oké, nee, kan niet. Ik bouw mezelf weer omhoog. Daar een blokkie. Come on, blokkie. Yes. En dan alle upside down stairs weer. En dan daar weer zo'n dingetje. Helemaal top, man. We did it. We fucking did it, bruv. Heb ik genoeg lanterns voor alles? Ik kan me herinneren dat ik al mijn overige iron heb omgezet in lanterns. Dat is waarom ik net ook geen iron bars kon maken.
Maar ik denk wel dat we genoeg lanterns hebben voor de rest van het gebouw. We did it, man. Volgens mij heb ik hem af, dames en heren. Even een rondje eromheen doen. Maar volgens mij is hij helemaal af. Ziet er goed uit. Wil ik dit nog doen? Is dit mooi? Ja, is wel prima, joh. Ik vind het allemaal wel goed. Oké, even zien hoe ik dit aan de binnenkant ga doen. Er moeten sowieso hieronder even kampvuurtjes komen. Dan komen daarboven de beehives. Oh ja, daar heb je wax voor nodig, of niet? Even zien, ik heb mijn scissors wel bij me. Dus plonk. Thank you. Ja, volgens mij kan ik daar nu een bee nest mee maken. En dan voor de rest kan ik overal gewoon crops neerpleuren, denk ik. In het midden even wat bloemetjes waar ze stuifmeel vandaan kunnen halen. Yes. Alright. Alhoewel, wil ik dat wel in het midden doen? Ja, dat is wel vet. Wow, what the f***? Bro, er vliegt hier in één keer een squid. Hoe? Is die uit het water gekropen? Bro, what the f*** are you doing? Wacht, zit er echt hier eentje of is het gewoon een glitch? Kan ik hem rammen? Ik kan hem niet rammen. Nee, het is gewoon een of andere kekke glitch. Het beweegt. Oh no, het beweegt. Hoezo kan ik hem niet slaan? Kom op, ga alsjeblieft neer. Oké, heel vreemd. In ieder geval, zombie man. Oh, zo, Dimitri. Even zien wat we hier beneden allemaal hebben. We hebben sowieso één bee nest. Nee, we moeten die hebben. Beehive. Ja, volgens mij is dat the magic way to go. Volgens mij heb je verplicht charcoal nodig om kampvuurtjes te maken, right? A campfire. Kan het ook met... Oh, dat kan ook met gewone kool. Never mind. Oké, ik ga 3 kampvuurtjes maken. There we go. Dan eventjes wat dingetjes hier al in droppen. Ja, ik heb die honeycombs nu niet nodig. Rotten flesh heb ik ook niet nodig. Hey, op zo de flikkeren, man. Laat me met rust. Ik heb bijna mijn bijenhuis af. Ja, die sticks en wat dan ook heb ik ook niet nodig nu. Oké. Even koekeloer. Hoe gaan we dit doen? Door het midden wil ik een laag met bloemen hebben. Misschien is het slim dat ik dat meteen al gewoon van grasdirt maak. Ja, 7 grasdirt. Dan weet ik zeker dat het daar binnen kan spreaden. Zo. There we go. Ik weet niet of het überhaupt belangrijk is. Maar hier komen de bloemetjes op. En dan komen hier kampvuren. Nee, ik zet de kampvuren wel gewoon op de begaande grond. En dan 1, 2, 3. En dan daarboven inderdaad de beehives. Dus zo. Dit is de voorkant, toch? Ja, volgens mij wel. Wat streepjes zit, is geloof ik de voorkant. En dan moet ik daar nog eventjes van die dingetjes omheen zetten. Trapdoors, man. Hey, hij is nu hier. What the fuck? Stop, hou op, wat ben je aan het doen? Bro, ik word aangevallen door aliens. Oh, hij is gone. Hij is ergens anders heen geschoten. Volgens mij is hij weer terug in het water of zo daar. I don't know. Dit is misschien juist wel cool om te doen met... Nah, trouwens, nah. Ik wilde zeggen met gewone trapdoors, maar spruce zijn verreweg de meest superieure trapdoors. Ja, absoluut. Als er nu straks 3 beehives op staan, dan kunnen de bijen niet meer in het vuur vliegen. Eh, it's pretty nice. Oké, nu moet ik gewoon overal dirt plaatsen en een farmpie van maken. Oh, wacht, ik kan hier geen dirt omheen plaatsen. Are you fucking kidding me? Oké, we gaan het even helemaal anders aanpakken. Fuck die kampvuren. Nee, dan moet ik ze opnieuw craften. Hou op, joh. Jongen, jongens. Oké, camp. Oh ja, en hebben we sticks nodig. Oké, nou, there we go. We hebben wat sticks en wat extra planks erbij. En 1, 2, 3. Hoppakee, 3 kampvuren. Ja, we gaan het wel anders aanpakken. We gaan ze even eentje in de grond graven. Volgens mij moet ik alsnog het bijennest er wel boven houden. Dus zo. Anders kunnen ze er niet in vliegen. Ja, dit is prima. Dit is helemaal prima zo. Ik heb wat bloemetjes verzameld. Eventjes wat bloemen hier in het midden plaatsen. Hoppakee. En die hier nog. En dan deze oranje hier nog. Ja, dat ziet er mooi uit. Zou dit genoeg water zijn om deze complete kant hier te voorzien van water? Is dat genoeg? Ik weet niet meer precies hoeveel blokjes één water source, zeg maar, om zich heen bevrucht. We need a hoe, man. Where them hoes at? Heb ik geen diamond hoe? Ik heb geen diamond hoe. Waar ga ik een hoe van maken? Ja, hetgene waar ik het beste een hoe van kan maken is diamonds. Daar heb ik verreweg het meeste van. Oké, dan. So be it. A diamond hoe it is. There we go. Oké, boom, 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 boom. Boom, boom, boom. Yes. Oké, als we het water moeten verplaatsen, dan zie ik het zo wel. Ja, het water komt sowieso niet tot en met dat hoekie. Onmogelijk. Ik denk dat ik het water beter hier iets meer neer kan zetten. Maar ik doe het hier wel. Fuck it. Ik wil hem ook niet precies in het midden hebben, want dan kan ik minder makkelijk bij de beehive. En dan doe ik hem aan deze kant wel precies het tegenovergestelde. Dus dan moet hij daar komen. Oeh, het werkt. Ja, 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 ja. Het hoekblokje is al bevrucht. Helemaal top. We zien dit allemaal hier ook nog hoën. Oh, de bij is ook uit zijn nest gegaan. Ja, dat is top. Helemaal top. Nee, niet erin gaan. Makker, wat doe je nou? Kerel. Even zien. Silk touch. Alright, deze heeft silk touch. Oeh, hij viel bijna in het kampvuur. Nee, hij gaat er niet uit dan. Ik wil graag dat hij niet meer in het bijennest gaat, maar in de beehive. Ik weet niet of een beehive verschil maakt of niet, maar ik heb hier beehives en geen bijennesten. Oké, there you go. Ga er gauw even uit en dan is dit je nieuwe huis, makker. Dan sloop ik straks zijn nest wel eventjes. Ik moet misschien de kampvuurtjes ook allemaal even afblokken.
voordat ze erin gaan vliegen en doodgaan. En hij is af, dames en heren. Het is nu alleen nog even wachten totdat de bijen eruit komen. Dan yeet ik die daar weg. En ja, ik zal nu nog even gauw een extra beehive daarheen pleuren. Ik kan trouwens ook wel even twee van die dingetjes op het water zetten. Ik weet niet hoe ze heten, maar die shizzle waar je seeds in kan gooien als je overbodig seeds hebt. Ja, dat er. Precies dat. Een composter. Kun je die er gewoon zo op yeeten? Hoe werkt dat? Oh, nee. Dat is niet helemaal de bedoeling. En wat nou als ik dit doe? Boom en boom. Ja hoor, there we go. Dit even opnieuw hoën, seed erop. Klaar is Kees. Ja, ik heb maar één composter bij me, dus die hoeft eerst nog niet. Dan moeten we nog even een beehive erbij maken. There we go. Oh, wat kom ik tekort? Oh, ik heb mijn honeycombs niet bij me. Boom, boom. En 1, 2, 3. Nog een beehive. En dan ga ik die laatste campfire wel even zo blokken. Ja, hier kan een bij door een half blokje heen? Ik weet het niet. Ik zet hem voor de zekerheid wel nog wat lager. Zo. Oké, het volgende taakje. Hoeveel koeien heb ik hier staan? Eerst even wat spul droppen. Ja, hoeveel koeien heb ik daar staan? That's the big question. Oh, nee, ik moet ze trouwens alleen killen met mijn fortune zwaadje. Heb ik een fortune zwaadje? Ik heb geen eens een fortune zwaadje. 17 koeien, 16 koeien, 15 koeien. Ja, we hebben heel wat leer nodig, man. Ik heb item frames nodig. I'm so sorry. Ik ga jullie weer met elkaar laten breeden en het komt helemaal goed. Don't worry about it, man. Don't worry about it. Het is wel chill dat ik meteen al mijn steekjes even kook. Zien zo en zo. There we go. 4 over. Prima, Jima. We moeten het huis trouwens nog even van een afstandje bewonderen. Hey, kijk dan hoe fucking chill dit eruit ziet. Al die glazen en dan zie je dat groen er doorheen komen. Hey, prachtig man. MTV Cribs, where you at man? Ja, nee, ziet er goed uit. Lekker. Ik ben er wel blij mee. Nu moeten we de bijen daar nog even uitzien te krijgen. Het zou veel chiller zijn trouwens als de bijen niet allemaal stekten. Want dan zag je uiteindelijk hier, weet ik veel, tientallen bijen in rondvliegen. Maar ja, dat is helaas niet mogelijk. Oké, nu gaan we eventjes wat item frames maken. Ik heb niet genoeg hout bij me, denk ik. Aardig wat sticks. En dan zo. En zo. 7 item frames. Yeah, we gonna need a little bit more, man. Give me some oak planks. En dan boom, boom. And there we go again. 8 stuks. Weer niet genoeg. God, jongens. 2 leer over nog. Heb ik nog extra leer? Nope. Hey, ik heb nog wel 3 honeycombs. Sick. Dan kunnen we meteen de laatste beehive maken. There we go. Nu heeft iedere bij voor zichzelf een eigen beehive. Ik weet niet of ze dan uit elkaar gaan. Maar het is het proberen waard. Oké. 2 item frames er nog bij. We zien sticks. En 2 leer erbij. There we go. 17. Big question is... Heb ik genoeg voor al mijn kisten? Het komt in de buurt. Ik bedoel deze... Oh, wat? Oh ja, dit is al wel bezet. Oh ja, die twee zijn nog niet bezet. En voor de rest dit allemaal zo. Alright. Even zien, dit is allebei steen. There we go. En dit is alle natuurlijke objecten. Zoals dirt, gravel, sand. Ja, ik gooi wel gewoon een dirtblokje hierop. Ah, het moet wel een dirtblokje met gras zijn trouwens. Signature dirtblokje. Grassblok. Yes. Dit zijn mijn mineralen. Dus een diamantje. Dan is dit al mijn armor en shit. Ik doe wel even dat helmpie. Wapens. Zwaadje. Alle hout. Gewoon standaard ook blokje. Hey. Dat ziet er best wel epic uit. Hey, ik ben deze trouwens vergeten. Ho eens even. Ja, ik doe granite wel gewoon. Die valt het meest. Nou, alhoewel, diorite valt denk ik het meest op. Ik moet trouwens binnenkort even een iets uitgebreider sorteersysteem bedenken. Want zoals bijvoorbeeld granite, andesite, diorite, al dat soort meuk, dat kun je nog wel in losse kisten doen. Ik denk hetzelfde met cobblestone en smoothstone en wat dan ook. Ja, dit misschien ook wel. Ik weet het niet. Maar we zullen wel zien. Dat is later misschien pas een probleem. Op dit moment heb ik toch nog niet zo superveel items. Oké, ja, het enige wat ik eigenlijk nog even wil doen is gewoon mijn bijen zien, man. Ik wil ze gewoon even in actie zien. Zijn jullie er al uitgekomen? Nee, het is het nacht? Nee, het is geen nacht. Het regent gewoon. Where are you at, bees? Nee, de bijen zijn er nog niet uit. Spijtig. Nou ja, misschien dan in de volgende aflevering. Dames en heren, hier gaan we het bij laten voor vandaag. Bedankt voor het kijken. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan eventjes. Hey, we gaan richting die 200.000 abonnees, man. Vond je de video leuk? Doe dan even een blauw duimpje omhoog. En wacht heel even. Ah, nee, ik heb geen seeds bij me. Ik zag net één blokje waar nog geen seeds zat. En hiermee kan ik niet de video beëindigen. Wacht, waar is hij? Ja, daar. There we go. Oké, ja, that's it. Hey, bedankt voor het kijken, iedereen. Tot de volgende keer. Hey, later.